Dit is Tegengif. In dit online programma gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met bekende en minder bekende stadsgenoten, gemeenteleden en tieners. Over hoe zij de tijd waarin ze leven ervaren. Tegengif gaat over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden. In deze moeilijke, verwarrende, maar soms ook bemoedigende tijden. Marianne van Praag, heel hartelijk welkom in onze serie Tegengif. Jij bent rabbijn van de Joods-Liberale Gemeente hier in Den Haag. Ik ben echt heel blij dat je hier bent. We zijn buren van elkaar. Ook vanuit een intense verbondenheid die ook hier beleefd wordt, ook met de Joodse gemeenschap. Jij bent een van de eerste vrouwelijke rabbijnen in Nederland, klopt. Heb ik begrepen. Ja, klopt. Jij bent sinds 2012 verbonden aan de gemeente hier in Den Haag, maar in 2008 ben je rabbijn geworden. Ja, wat heeft jou ertoe bewogen om rabbijn te worden? Ten eerste bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hier mijn zegje mag komen doen. Ja, fijn. Het is vooral de liefde voor de traditie, voor de diepe wijsheid. En het down to earth, om het in slecht Nederlands te zeggen, gewoon de aardse benadering van het leven. Ja. Hoe benader je dingen? En dan is het, omdat ik uit een heel erg Joods huis kom, zo met de paplepel ingegoten, jouw manier van leven. Ja. En ik voel me dan ook echt een doorgeefluik van die traditie, dat ik denk, die rijke traditie is zo mooi, die wil ik gewoon delen met degenen die geïnteresseerd zijn. Ja, precies. En was dat dan in jouw tijd, toen jij dat wilde, lag het voor de hand om dan rabbijn te willen worden? Of juist dus niet? Het lag totaal niet voor de hand, want Ik heb een strijd van 40 jaar geleverd. Zo. Om, erkenning, het ging niet om mij persoonlijk, maar gewoon om erkenning van de positie van de vrouw binnen de liberaal-Joodse gemeente in Nederland. Want er was veel weerstand, Marjan. Ja. Het is heel grappig, het is, de liberaal-Joodse gemeente zou je verwachten dat het een liberale benadering had. Tot op zekere hoogte hadden ze dat ook. Alleen die laatste stappen die hebben ze nooit genomen. En daar heb ik letterlijk, want ik ben hier in Den Haag niet geboren, wel getogen. Ja. Ik ben nu 61 jaar lid van deze club. Zo. En ik heb van die 61 jaar heb ik letterlijk 40 jaar gevochten voor de positie van de vrouw. Ja. Een woestijn. Jezus die op de berg heeft gezeten. Mozes die 40 dagen. Ja, precies, de 400 jaar in Egypte. Vier is een belangrijk. Staat voor eindeloze weg die je af moet leggen. Nou, die heb ik afgelegd. En wat heeft jou de moed gegeven om het vol te houden? Want dat is natuurlijk 40 jaar lang is een enorme tijd. Wat was jouw drive? Onrecht. Ja. Er niet tegen kunnen dat ik ben van huis uit onderwijzeres. En ik heb 25 jaar het onderwijs gedaan. Daar kon iemand die toevallig een Joodse moeder had, van niks wist, de synagoge binnenkomen. En die mocht meteen, hup, gebedskleed om, alles. En die vrouwen die daar altijd bezig waren, die stonden erbij en die keken ernaar. En ik vond dat zo onrecht. En het past ook niet bij het liberale gedachtegoed. Nee. Maar je kunt met allerlei verstandelijke argumenten aankomen, een intellectuele benadering. Zodra er emotie in het spel is, daar kom je niet doorheen. Maar jij hebt daarin dus echt pionierswerk verricht. Kan ik wel stellen. Zo, kan, wat prachtig. Ben ik wel een beetje trots op. Ja, kan me voorstellen. Maar ik heb ook altijd gezegd van, ik word nooit van mijn leven rabbijn in Den Haag. Zo. Geloof dus niets van wat ik vertel, want het is toch niet waar. Ja. En in jouw kielzog zijn er ook allerlei andere vrouwen opgestaan die ook... Nou, nee, dat kan je niet zo zeggen, want er waren twee belangrijke rabbijnen die 30, 40 jaar in het Nederlandse liberale jodendom hebben geleid. Ja. Avraham Zoetendorp, hier ook een buurtgenoot. En David Lilienthal in Amsterdam. Ja. Avraham noemden we altijd de minister van Buitenlandse Zaken. En David was de minister van Binnenlandse Zaken. Ah, ja. En die heeft gezegd, wij naderen onze pensioengerechtigde leeftijd. Het Nederlandse jodendom heeft toch een hele specifieke benadering, want dat vergeten mensen vaak, percentueel zijn de meeste Joden in Nederland vermoord. Ja. Dus daar wordt het op de dag van vandaag, merk je dat nog in de benadering van zaken, in taalgebruik. Dus toen heeft David Lilienthal gezegd... Waarom merk je dat even? Als ik een noem het maar een predicatie geef, dan weet ik welke woorden ik wel of niet moet gebruiken. En als ik zal selecteren, mensen selecteren,
Linksaf, rechtsaf gaan. Linksaf was verkeerd. Ja. Ging je de gaskamer in. Precies. Rechtsaf werd je... En als ik die woorden dan toch gebruik, dan weet ik naar wie ik moet kijken. Ja. En achteraf even naartoe gaan om te checken of dat goed is overgekomen, wat ik bedoelde te zeggen. Beladen woorden. Beladen woorden. Precies. En toen heeft dus Lilienthal, die dat heel goed aanvoelde en ze daarop richtte, zei, ik moet wat vroeger met emeritaat gaan en wij moeten kweek van eigen bodem starten. Ja. En die heeft toen het Levison Instituut opgericht. En dat was de eerste liberale rabbijnenopleiding in Nederland. En dat waren eigenlijk voor mensen voor een tweede of een derde carrière, die ook al wat een beetje levenswijsheid hadden opgedaan, hoopte hij. Ja, ja, ja. En daar waren we met 4 vrouwen en 1 man. En daar hebben we 5 jaar mee gestudeerd. Jij was het eerste jaar? Ik was het eerste jaar. Ja. En dat was fantastisch. En wat voor soort opleiding is dat? Wie doseren daar? Even om een klein... Wie doseren daar? Het was een samenwerking met de UvA. Ja, precies. Hoogleraar Irene Zwiep. Ja. Die zit ook in het bestuur van de studie. Er kwamen docenten uit Engeland, uit Israël werden overgevlogen. En we hebben ook wel toch best wel wat kennis hier in Nederland. Ja. Dus het is een heel klein particulier instituut. Ik zit nu in het managementteam van het instituut. En het is eigenlijk allemaal maatwerk. We kunnen het helemaal maken zoals we het willen. Dus als ik zeg van, nou ja, ik heb wel eens moeite met een stuk schrijven. Nou, dan werd er meteen een journalist ingevlogen, bij wijze van spreken. Om ons een cursus schrijven te geven. Daar wil ik later nog eens alles over weten. Maar dat doen we allemaal met mensen. We leven nog in coronatijd. De exodus is wel in zicht, denk ik. Hè. We hopen dat we in ieder geval in het najaar wel weer ook gewoon diensten kunnen houden. Hoe is dit jaar geweest voor jou en voor de synagoge? Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, de synagoge is dicht. Ja. En de bijkomstigheid, kijk, iedere munt heeft 2 kanten. Zoals Kruik wel zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja. We waren ook bezig de binnenkant van de shul, de synagoge te restaureren. Dat zou in 2 maanden gebeurd moeten. Daar hebben we nu 5 maanden over kunnen doen. En ieder detail is tot in perfectie gedaan. Maar de synagoge is dicht. Ja. Dat betekent dat we de diensten zoomen. Ik doe iets minder vanuit huis. Vanuit huis. Ik zit achter mijn bureau. Ja, ja. En we doen met elkaar de diensten. En het is zo geweldig. Normaal op een zaterdagochtend zitten er 30, 40 mensen. We hebben nu minimaal 65 aansluitingen. Iedere week. En mensen uit de Filipijnen, uit Tel Aviv, uit Jeruzalem, uit Mexico. En waarom schakelen die dan? Dat zijn leden van ons die daar zitten of die daar wonen. Of die daar die of mensen in het ziekenhuis zijn. Die ineens zijn. Een connectie hebben. Die zitten in mensen. We hebben hier het Visserhuis op het bij het Willem Royaardsplein. Ja. Die fysiek niet naar de synagoge kunnen. Die zitten in de dienst. En het leuke is, het is... je hebt contact met elkaar. Dus de dienst begint om 9:30. Maar we schakelen allemaal om 9:00 in. En dan heb je een hoop gebabbel en gedoe. Heerlijk. Geweldig. Dan om 9:30 wordt iedereen gemute. Ja. En dan gaan de voorzanger van zijn of haar huis uit. En ik vanuit mijn... We hebben van tevoren alles doorgesproken. Zo. Dat we weten wie wat doet. En dan hebben we de dienst. En dan is dat heel erg... Ja, dan ben ik echt de oude schooljuf. Dat is zo ontzettend leuk. Dan zit ik... Ik ben tevens, normaal heb je, noem het maar even, een koster die de erefuncties uitdeelt tijdens een dienst. Als er uit de Torah gelezen wordt, dan kunnen worden mensen, noemen wij dat, opgeroepen. Die worden dan bij de Torah geroepen. Ja. En dan zit ik, die taken verdeel ik, in dienst zit ik al die plaatjes te bekijken. En dan zie ik de mensen die niet opletten, die roep ik dan bij de Torah. En die schrikken zich dan een ongeluk. En dat vind ik zo leuk om te pesten. Ja. Ja. En dan, een van de mooiste dingen is als ik ze zegen. Hmm. Want... Natuurlijk, ik doe het, maar het gaat via mij. Ja. En dat is zo mooi, dat je het idee... En dan heb je iets wezenlijks van de mensen te pakken. En op de een of andere manier heb ik dan net bijvoorbeeld in dat voorgesprek... iets gehoord wat ik kan gebruiken bij die extra zegen. Precies. Ja, waardoor het zo een hecht en warm geheel... Ja, betrokken. Mensen zitten thuis, maar je bent zo dicht bij elkaar op die momenten. En dan na afloop van de dienst gaan we allemaal in die chatrooms. En dat heb je zelf niet in de hand bij wie je terechtkomt. En dan praat je met mensen met wie je nooit gesproken hebt. En dan als dat dan afgelopen is na een kwartiertje, dan gaan we leren met elkaar. Oh, dat ook nog daarna. Dat ook nog erachteraan. Ja, en dat is, dat is ontzettend En dan blijven leuk. Ze allemaal hangen en dan ga je... Niet allemaal, degene die er zin in hebben, want het is best wel lang om daar te moeten zitten. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een hele groep die niet zoomt, die de hele week al zit te zoomen.
En dan niet op zijn vrije zaterdag ook nog eens een keer wil zoomen. Dus hebben we ook allerlei acties om mensen te bellen, om daarbij te houden. Van, we ja, hopen precies. je te zien. Ja. En dat we hadden bijvoorbeeld voor Pesach, voor Sederavond. Doe je dat, heb je dat ook zoomend gedaan? Hebben we ook zoomend gedaan, net als vorig jaar. Maar wat we dit jaar gedaan hebben, wij als gemeente hebben de ingrediënten voor de traditionele sederschotel aan de mensen aangeboden. Ja, precies. Dus in de zin, toen hebben we gezegd, we doen een drive-through. Ja. Dus we hadden een prachtig marktkraampje neergezet. Daar zaten allemaal zakjes met voor iedereen met kleine matsetjes. En zo'n hele, met de gebrande bordje eieren. De kruiden. Alles zat daarin. Geweldig, ja. En dan konden mensen tussen 4 en 6 konden. En ze waren blij. En de deuren van de synagoge stonden open. De kaarsjes brandden. Dus mensen die gewoon even binnenkwamen. Toch even in het gebouw. Even zitten. Ja. Voor het eerst weer even menselijk contact. Precies, dat is geweldig. Wat mooi. Heel veel, wat leuk. We hebben het ook een beetje zo gedaan in de Duitse kerk met pakketjes. Maar wat mooi om je, hoe je tot creatieve oplossingen komt. Dat is geweldig. En wanneer ga je weer... verlang je er ook wel weer naar om toch weer fysiek... Want het kan natuurlijk toch ook weer tegelijk niet dat fysieke vervangen. Of hoe zie jij dat? Nou, aan de ene kant is het wel gemakkelijk nu. Ja. Want ik zit 's morgens gewoon achter mijn bureautje. Ja. Ik heb een kopje thee naast me staan en dat gaat wel heel prima. Maar we hebben zo'n mooi gebouw. Ja. En de sfeer van het gebouw is geweldig. Dus wat we nu gaan doen, we zijn een installatie aan het installeren. Dat we het zoomen kunnen vasthouden. Ja. Want wat we hebben toch ook al geleerd van deze tijd. Dat de mensen in het visserhuis, dat de mensen in het buitenland de diensten kunnen blijven volgen. Dat leer je dan weer van zo'n periode. Absoluut. Ja, fantastisch. Maar dat gaat dan wel wat anders dan zoals het nu gaat. Maar toch dat we dat kunnen vasthouden. Ja, en mooi. Als het moment dat kan en we van de overheid dus inderdaad de mogelijkheid hebben. Ja. Dan gaan we gewoon in kleine groepjes beginnen. En dan kunnen mensen intekenen. En dan willen we eerst de mensen die niet meegezoomd hebben. Die dus helemaal niks gehad hebben dit jaar. Ja. En als we nou eens even naar de inhoud gaan. Hè? Dus wat is voor jou... Ik heb je ergens... zag ik dat je zei in een interview, voor mij is Jodendom niet zozeer een religie als wel een way of life. Ja. Kun jij daar iets over zeggen? Wat bedoel je daarmee? Het is eigenlijk een hele universele boodschap. Het is geen typisch Joodse boodschap. Het is een goed mensen zijn. Je hand uit te steken naar de ander. De ander in de ogen te kijken, zoals Levinas, de Joodse filosoof uit de vorige eeuw, zei, waar is God? God is in de ogen van de ander. Ja. Dat erkennen. En dan zit er bij mij toevallig de Joodse jus over. Was ik in een ander nest geboren, zat er een andere jus overheen. Ja. Maar het gaat er echt om mens te zijn en werken aan het herstel van die wereld. En daar gaat het voor jou ook in Tenach om? Ja. Nou, Tenach geeft ons alle ingrediënten. Hmm. Als we het verhaal van de schepping nemen, zoals die gegeven staat in de Tenach, dan zeg ik, God heeft ons alles gegeven en heeft gezegd, kijk, jullie hebben alles in handen. Bekijk het maar. Los het allemaal maar op. Neem de beslissingen, leer daarvan. Ja. En dan zie je in de verhalen van de Tenach, daar zit een bepaalde lijn in. Een bepaalde structuur. En het is eigenlijk gewoon het verhaal van de mensheid. Hoe de mensheid was, is en zal zijn. Ja. En dat er nooit iets veranderd is. Want de verhalen uit de Tenach zijn de verhalen van vandaag. Ja. Hoe we met de dingen omgaan, de fouten die we maken. En het gaat erom de individuele les die je daaruit leert. En de verantwoordelijkheid die je neemt. Ja, want je zegt ook ergens, hè, dus we moeten de Bijbel ook niet lezen als een soort geschiedenisboek. Nee. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Vind ik irrelevant. Ja. Want als het, zoals ik het meestal verwoord, als het een gewoon geschiedenisboek zou zijn, denk ik, wat maakt het dan heilig? Moord, bedrog, verkrachting, ruzies, wat allemaal nog meer? Ja, ja. Waarom is dit boek dan wel heilig en andere boeken niet? Ja. En dan denk je, nou, omdat al die verborgen lagen erin zitten. Ja. En omdat die in het Hebreeuws geschreven is. Vertel en het Hebreeuws is een heilige taal. Ja. Daar zitten zo verschrikkelijk veel lagen in. Dat heb je in geen andere taal. Ik zal een voorbeeld geven. Ja, graag. We zijn nu vlak na het Pasen. En dan zitten in de periode naar Shavuot, naar het wekenfeest toe. Dan denken we aan de uittocht uit Egypte. Nou, het woord Egypte in Hebreeuws is Mitzrayim. Ja.
daar zit het woord, ten eerste het is een meervoudsvorm, het woord. Nou ja, Egypte, de vleespotten van Egypte, gaat over meervoud, groot, groter, luxe, rijkdom, allemaal nog meer. Dat is één ding. Maar daar zit ook het woord tsar in. En tsar betekent smal. Als je alleen daarmee bezig bent, word je heel erg narrow-minded. Want dan ben je alleen maar gefocust op de materiële zaken. Ja. En zo is eigenlijk ieder woord in de Torah, heeft die lagen, die verbindingen. Alle woorden, die hebben een stam van 2 of 3 letters. Ja. En alle woorden die eenzelfde, zal ik maar zeggen, hart hebben in dat woord, zijn ook met elkaar verbonden. En daar kun je allerlei inhoudelijke verbanden mee aantonen. Ja. Woorden met letters hebben een getalswaarde. Ja. Als je de woorden met dezelfde getalswaarde, die zijn ook met elkaar verbonden. Nou ja, in welke taal heb je dat? Het is ongelooflijk, ja. Ja, wat een rijkdom. Geweldig, wat een rijkdom. En nou, ik ben zo blij dat jij hier in Den Haag bent en dat ik hier nu ook mag zijn. En ik hoop dat we het hier nog heel vaak met elkaar over kunnen hebben, want dit vind ik al geweldig inspirerend. Ja. Dank je zeer daarvoor. Heel graag. We zijn nog lang niet uitgepraat, dus wil ik maar zeggen. Maar je hebt ook nog ter afsluiting muziek meegenomen. Ja. Vertel eens, waar gaan we naar luisteren? We hebben wel eens het gevoel van waar zijn we in de wereld mee bezig? Het is allemaal zo zwaar, het is zo moeilijk allemaal. En dan denk ik, maar mensen zijn ook op zoek naar spiritualiteit. Ze zijn op zoek naar iets mooiers, iets hogers. En dan heb ik een Israëlische zanger en componist, Avital Banai, uit een hele beroemde muzikale familie, die heel erg orthodox zijn. En vroeger in Israël, was de orthodoxie, die heeft nog altijd een hele grote rol. Maar daar ging het echt om het gebed. Hmm. En ter naderhand werden die oude gebeden, werden moderne muziek gemaakt. Maar toen is deze Banai, deze Avital Banai, die maakt zelf gebeden op eigen muziek. En dan het mooiste is, dan is er een Caesarea, is er een amfitheater bij de uitkijkend op de Middellandse Zee. En dan zijn opnamen van hem dat hij daar dat gebed zingt. Dat de ondergaande zon, het amfitheater is afgeladen met allemaal niet-religieuze mensen. Die naar hem luisteren, naar zijn gebed. En het is Abba, Vader, ik wil tegenover u staan. Ik wil voelen dat u van me houdt. En dat hele niet-religieuze publiek wat er zit, die daar helemaal in opgaat. Dat is fantastisch. Dus dat wou ik jullie laten horen. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Dank je zeer, Marianne. Heel graag gedaan. En heel graag tot ziens. Heel graag. Dank ככה סתם אבא טוב אבא אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה שלי אני טוב גמור אבא ושם אני מאמין בעצמי יונתי